Het voedsel beginnen we deze week in het Gentse Tolhuis, waar voedsel Beşiktaş Gent gastheer was voor Brussel. De thuisploeg kon zich geen puntenverlies veroorloven, maar het is wel Brussel dat op 0-1 weet te komen. Na een magere eerste helft kan Beşiktaş nog scoren, zodat we gaan rusten met een 1-1. Een bolwassing rond de oren en Gent begint beter aan de tweede helft en komt dan ook verdiend op 2-1. Wanneer de thuisploeg Brussels uittikt en de 3-1 scoort, lijken de punten in het Gentse binnen. Brussel knokt zich echter op heerlijke wijze terug in de wedstrijd. Wanneer Oussame dan te veel ruimte krijgt, staan de bordjes weer gelijk, de 3-3. Wanneer de thuisdefensie zich dan 50 seconden voor het einde te makkelijk in de luren laat leggen, scoort Brussel zelf nog de 3-4. En 34 seconden voor het einde mogen ze via strafschop nog de 3-5 scoren. En zo wint Brussel verdiend op voedsel Beşiktaş Gent. De periode in de tweede helft, 1-2, 1-3, spelen we heel goed. Spelen we mooi uit eigenlijk. En dan, ja, gelijk dat ik al gezegd heb, moet je volwassen de match uitspelen en dat gebeurt niet. We zitten ook met een jonge kern, een jonge ploeg. Ze moeten nog veel leren, dus hopelijk leren ze hieruit vandaag. Ik denk, het is heel veel zoeken. We staan dan 0-1 achter, komen dan gelijk, komen dan voor. En dan denken wij dat we die wedstrijd in de hand hebben en beginnen we aan onze land te spelen, individuele fouten maken, in duel gaan met de jongens die steviger dan ons zijn. Heel nonchalant. Het was een heel belangrijke wedstrijd en we moesten de 3 punten zeker thuis houden vandaag. Heel wat kwetsures, heel wat spelers die vandaag niet konden deelnemen eigenlijk. We hebben die aangevuld met een aantal sterke beloftespelers. Ja, dan komt de 3-1 voor. Ja, aan de kant dacht ik van oké, de 3 punten zitten in het pocket. En dan zie ik een dramatische slotfase. Ik ben enorm teleurgesteld. Enorm.